De slaap is net uit mijn ogen. En ook bij de cameraman, zoals je ziet. Vrouw, dame. Oh. Hallo. Goedemorgen. Dus we gaan even naar binnen. Er blijken heel veel regels te zijn. Met betrekking tot het filmen in een fotomuseum. Dus daar gaan we kijken of we tussen de regeltjes door kunnen lezen. Kom maar mee naar binnen. Het museum telt 11 verschillende projecten en series. En het gaat allemaal over foto's die in de New York Times magazine zijn gepubliceerd. We zitten nu in de zaal van Paolo Pellegrini. Ik heb ergens gelezen dat sommige mensen heel bombastisch met hele teams aankomen om foto's te maken. En hij gaat altijd in zijn eentje met zijn camera op pad. En hij heeft in deze zaal allemaal foto's van hem die hij heeft gemaakt tijdens oorlogen. De meest interessante foto's vind ik de foto's met de olie. Mensen die in de olie werken zijn echt van top tot teen doordrenkt van de olie. Ja. Ja. Niet te veel invloed op foto's vanwege copyrightrechten. Dus heb ik iets anders leuks fascinerends gevonden. Namelijk dat alle lichtknopjes en zo in dit museum heel netjes weggewerkt zijn. Op een dag had mevrouw Ryan van de fotoredacteur van het New York Times magazine het idee om Gregory Crutzen uit te nodigen. Ik vind dat echt een hele leuke reportage. En hiervan heb ik ook mijn favoriete foto uitgekozen. Wat doet die foto met jou? In het begin dacht ik, wat is het voor een foto? Maar toen ik wist dat dit een foto was van mensen die in een heel vreemd huis gewoon foto's maken in een slaapkamer waar iemand ook geleefd heeft, werd ik er wel een beetje gefascineerd door eigenlijk. En wat voor gevoel geeft deze foto jou? Gevoel. Ik word er naar die foto kijkt? Intens ongelukkig van. Wat ik interessant vind, is dat de New York Times het idee heeft dat de foto's niet ondergeschikt zijn aan het verhaal, maar dat ik bij de expositie toch altijd het verhaal bij de foto wilde weten. Dus het is wel zo dat sommige foto's voor zich spreken, maar voor mij persoonlijk vind ik altijd een foto interessanter als ik weet wat voor verhaal er achter de foto schuilt.